Ah, het zal tijd worden. Waar is Van Houten? Die zoekt nog een parkeerplaats. Sorry dat we zo laat zijn. Hoe is het met je nek? Een bijzonder pijnlijk als ik hem probeer te bewegen. Van Houten zegt dat Annette er niet onderuit komt om te betalen. Voor hoeveel wou je er eigenlijk aansprakelijk stellen? Nou, gederfde inkomsten. Plus dat ik in de toekomst misschien niet meer optimaal kan functioneren. Tezamen 75.000 gulden. Maar het gaat niet om het geld. Het gaat om het principe. Mm-hmm. Excuseert u mij. Ja. Er is telefoon voor u, meneer Ogendorp. Ah, dank je. Linda, Frits van Houten. Frits, Linda Dekker. Hallo. Ah, jij bent Frits verloofde. Mm-hmm. Zeer over je te spreken. Ja, ik heb er voor jou ook al veel goeds gehoord. Er zijn een paar dingen anders gelopen dan ik had verwacht. Ik moet dat persoonlijk oplossen. Wil jij het voor die twee zorgen? Ja. Ik zie je morgen op kantoor. Hm? Ja, toch. Dag kinderen, Linda, Rien. Ja. Zo. Zullen we iets bestellen? Nee, daar heb ik geen zin in. Lin en ik gaan naar huis, dus bestel een taxi voor ons. Zoals je wilt. Wat doe je onbeschoft? Helemaal niet. Van Houten wordt ervoor betaald om te doen wat hem opgedragen wordt. En ik mag hem niet. Maar hij is een goede advocaat. Daarom heb ik vanmiddag ook met hem gesproken. Je kwetst een boel mensen erin, niet alleen Annette. Je vader heeft Jeff en zijn zaak er nou ook in betrokken. Waarom stop je er niet gewoon mee? Nee, stop, Linda. Ik kan er nou niet mee stoppen. Begrijp je dat dan niet? Als ik er nou mee stop, dan snapt iedereen dat ik gelogen heb. En trouwens, ik kan er niet helpen dat de Alberts erbij betrokken zijn geraakt. Pech voor ze.